Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Career Mode. We zijn alweer aanwezig bij race nummer 11 van seizoen 2 op de Hungaroring. Gaan we vandaag eventjes kijken of we weer eens terug in de punten kunnen komen. We hebben sowieso een droog race te gaan. Kijken we naar de voertuigprestatie, zijn we nog steeds laatst dicht achter de Williams en Haas. Dat willen we wel, maar nog steeds laatste in deze prestatie. Waarschijnlijk ook wel een beetje door dat ik weinig updates heb gedaan in de duurzaamheid. Hebben we daar nog iets gratis zitten? Of is dat nog niet aan de orde? Wel flinke korting op sommige dingen. MCUK zal ik wel eens na deze race weekend kunnen gaan doen. Aston Martin heeft trouwens wel een goede sprong gemaakt. Die is echt in het middenveld van de rest gekomen. McLaren heeft een sprongetje gemaakt sinds Frankrijk en is nu weer de snelste van allemaal. Okay, interessant hoe dat zich verder voorbouwt. We gaan in ieder geval eerst zelf hier de trainingen doen. Hoop ik alle R&D punten binnenhalen. Hoop ik dat Nico ook veel binnenhaalt. Nou, het valt om mij met twee onderdelen, maar zoveel dingen. Mislukt. 3 maal op een 50% op rij. Ja, ik weet niet wat 50% is, maar volgens mij is dat 1 op 2. En niet 3 keer op rij mislukken. Lijkt mij. Maar goed, we gaan naar de kwalificatie toe en kijken hoeveel punten Nico heeft gehaald. Oké, eerste ronde van de kwalificatie. Kijken wat voor tijd we kunnen neerzetten. Kijken of we een beetje in de buurt kunnen zijn van Q2. Allemaal vragen met nog geen antwoorden. Ja. Ik wil niet meteen een vraag hebben naar een coureur hier al. Beetje wijd. Ik wil daar aan de binnenkant wil je trouwens niet raken. Hier diep in. Verbeterpunten sowieso, her en der. Die ik wel vaak heb in de eerste ronde. En de laatste bocht door. En op naar de finishvlag. Voor een 1:19.110. Anderhalf seconde langzaam als Daniel Ricciardo, maar ja, die zou veel sneller moeten zijn in ieder geval als de 14e. En aan het eind gaan we net iets minder als een seconde over door die fout. Nog steeds laatste. Het lijkt alsof een Ferrari een probleem gaat. Daar gaat nu ook een Red Bull stilstaan. Zo. Sergio Perez is uit de sessie. Dus die is uitgekregen. Net iets minder als 2/10 gewonnen. Nog steeds laatste. Oh. Waarom zit er geen progressie in deze team? Het wordt maar niet beter. We gaan maar niet definitief naar de middenveld toe. We staan nog steeds laag in de voertuigprestatie. We zijn al anderhalf seizoen verder, joh. Kom op, team. Het moet echt beter worden als dit. Laatste en voorlaatste. Dat is echt niet goed. Echt niet goed. Het is tijd om te racen in Budapest. We maken ons klaar voor een nieuwe ronde vol Formule 1 actie. We verwachten niet al te veel uitvallers op dit circuit. Er zijn hier genoeg huidige en voormalige coureurs met foutloze finishes. In het bijzonder Ralf Schumacher, die in alle 10 van zijn Hongaarse Grand Prix starts over de streep is gekomen. Gelegen op 19 kilometer ten noordoosten van de Hongaarse hoofdstad Budapest, zijn de 14 bochten van de Hungaroring doordrenkt met geschiedenis en prestige. Inhalen is altijd moeilijk geweest op dit technische 4,3 kilometer lange circuit. Maar vooral de laatste jaren zijn er enkele uitzonderlijke races geweest. Laten we hopen dat we er vandaag weer een krijgen. Goed.
op het punt te beginnen. Dus dit is hoe de startgrid er vandaag uitziet. Lando Norris heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. En P2 gaat naar Daniel Ricciardo. Een sterke positie voor de Australiër. Verder op de grid hebben we Russell, Verstappen, Lewis Hamilton en Leclerc, Magnussen, Sainz, Bottas en Esteban Ocon, Gasly, Albon, Sebastian Vettel en Stroll, Zhou, Perez, Robert Schwartzman en Mick Schumacher, Tsunoda, Latifi, Hülkenberg en de engineer. Nog even voor de lichten uitgaan, dus laten we naar het circuit gaan, waar ze bezig zijn met de laatste voorbereidingen. Ik vroeg me af, Bas van Damme, gaan we vandaag vanuit het middenveld wat vroege pitstops meemaken, waarmee de druk wordt opgevoerd en de boel in de war wordt gestopt voor de leiders vooraan? Als je in een groep rijdt, moet je toch altijd je eigen race rijden. Dus ik geloof niet dat ze vooraan problemen willen gaan veroorzaken. Als je meer vooraan rijdt, dan zou je zomaar eens wat splitstrategieën kunnen tegenkomen. Als je bijvoorbeeld tweede of derde rijdt en je auto inbrengt om de rest in de weg te zitten, terwijl de ander langer doorrijdt, dan legt dit een enorme druk op de leider en worden er eerder fouten gemaakt. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Gaan we voor Latifi. 0,5 toch? Is toch goed? Wel nog eens verkeerde plek. Oh, de manschoen uit. Ik heb mijn handschoen uit. Oh shit. Slechte start. Ik had even mijn handschoen uitgegaan omdat ik iets wil pakken. Ik kan het niet zien, maar ja, dat was dus de reden. Nou, volgende team battle tussen mijzelf en Hülkenberg. Meer side by side in bocht 2. Hoppa. Latifi werd daar flink tegengehouden door Tsunoda. Aan de buitenkant. Netjes ruimte gelaten voor Latifi. Hier even wat gesqueezed. En op naar P20 weer. Latifi inmiddels weer laatste. Nou, het was heel overtuigend, Mark. Heel blij. Ja. Kijk wat ik daar had. Oh, Kanyu is heel langzaam, zeg. En Kanyu het probleem of zo. Komt wing damage zijn terug. Oh, dat is heel koud. Kan je was daar heel langzaam uit de bocht 1. Dan ging je bijna mis achter. Safety car. Ah, Nico Hülkenberg is uit. Vanaf de safety car. Vanaf vast op de hards. Kijken we. Wat we daarin kunnen doen. Totaal geen grip. Totaal niks in deze auto. Echt niks. Ik weet niet wat er gebeurd is waardoor Nico ook weer uitgaan. De race is. Heeft de kabla het flappen mooi verrijden zo te zien. Steeds een McLaren 1-2 voor Hamilton Verstappen. Ja, Russell op de 20ste. Heeft hij iets heel slims gedaan? Of gaat hij hier heel veel last van krijgen? Dat gaan we ook even in de gaten houden. Rijdt nu achter Latifi.
voordat er iets dat gaat zijn. Ik krijg weer controle terug. 8 rondes, 5% tiewear. Ik denk niet dat ik überhaupt ga proberen Russell in te halen, want daar ga ik alleen maar last van hebben. Alsof ik daar überhaupt kans voor krijg om in te halen, jeetje. En we zijn weer onderweg. Voor de Grand Prix van Hongarije. Ik weet niet wat ik kan zeggen. Oké. Komen we nog pitters aan? Ik zie een paar in de pit nu. Waarom Sergio Perez? Staat die ten opzichte van mij? Oeh, Ocon en Magnussen dicht bij elkaar voor Perez. En op dit moment staan we zelfs achtste. Het wordt een zware strijd om dat te verdedigen. Ik ben benieuwd hoeveel... Oh mijn god zeg! Hier waait wel stef, hè? Mama. Pires binnen? Oh jee jee, Pires heeft denk ik contact gemaakt met Sol. Oh, wat een machtige ziel. Het is maar goed dat niemand dichtbij was. Ik maak wel verwacht dat ze hier een fout gaan maken. Ja. Breek bijna de voorvang van Albon af met de terugkeer op de baan. En dan gaan we weer. Hoppa! Contact met Albon. Iemand is de voorvang kwijt. Je ziet het aankomen. Ik kan er helemaal niks aan doen. Ik heb hele oude banden. En daar gaat Magnussen weer de fout in. Zo. Voorspelbaar. Je kijkt al naar achter omdat je die fout ziet aankomen. Albon en Magnussen trouwens naast elkaar. Gaat veel seconden verliezen. Volgens mij wordt dat een fout in die S-bocht gemaakt. Oh, een foutje van redelijk agressief de neus voorgebleven. Zal ik je even toegeven. Oh, oh, Bottas verliest een punt. Hij ging helemaal dwars bij de exit van de laatste bocht. En spinde bijna een volle spin van Bottas. Weet hem nog wel een beetje tegen te houden. En weet daardoor volgens mij nog wel als tiende de finish. Maar verliest dat punt in het laatste 10 seconden van de race. Dat is pijnlijk. Dat is really painful. Stel je het feestje bij McLaren vanavond eens voor. Alle teamgenoten, hartelijk gefeliciteerd. Ze hebben de winst te pakken en ze hebben bewezen dat er niet met hun te zollen valt op de baan.
bovenaan het klassement is gedicht na een lastige wedstrijd voor de leider in het kampioenschap. Eens kijken in hoeverre het klassement is veranderd. Laten we eens kijken naar de coureur van de dag. Bas van Damme, wie kies jij? Nou, veel coureurs hebben vandaag uitstekend gereden. Maar als ik iemand moet kiezen, dan is het Sergio Perez. Fantastische race. Het is tijd om naar het constructeursklassement te kijken. Mercedes blijft de leiding versterken. Er was ook een sterke aanwezigheid van het team van McLaren vandaag dat omhoog ruikt. Zo, wat een afsluiting van dit heerlijke race weekend. Iedereen bedankt voor het kijken. Oké, even iets tussendoor hoor. Hoezo heeft Sergio Perez de Drive of the Day gewonnen? Hij heeft maar 3 plekken gewonnen in een Red Bull van 16 naar 13. Ikzelf met heel veel verdedigende werk en heel veel domme AI-foutjes die je allemaal hebt gezien in de race, ben van 22 naar 8 gegaan. Hoezo heb ik hem niet gekregen? Wat is daar de reden van? 21-0 als beste tijd trouwens. De enigste volgens mij op Latifi na en uiteraard ook op Hulkenberg na die niet onder de 21 of onder de 21 is gekomen. Zo slecht was deze auto gewoon. En toch nog 4 punten gepakt door als een gek te verdedigen. Gasly, Bottas, Magnussen, Mick Schumacher, Perez, Zhou, Latifi, Vettel. Op een of andere manier helemaal teruggevallen zonder dat hij pitstop heeft moeten doen naar de 16e plek. Ocon, Stroll, Schwarzman en Albon. En ik had inderdaad gelijk. En Tsunoda natuurlijk ook. En Nico als enige uitgevallen. Ik had toch gelijk dat Perez nog een extra pitstop heeft gemaakt. Want ik zie 3 pitstops staan achter zijn naam. Norris vindt dus, Russell heeft eigenlijk een soortzelfde race moeten doen als ik. Daar Ricciardo, Hamilton, Verstappen, Sainz. En dan uiteindelijk niet meer Leclerc, want hij had wat motorproblemen, daardoor viel hij wat weg. Heeft hij van zich af moeten houden. Wat betekent dit voor de stand? Dat betekent dat Russell nog steeds eerst is, maar het gat met Norris is wat verkleind. Verstappen heeft weer een grotere achterstand. Dus dat lijkt wel een 2 persoons race te gaan worden voor de titel. Perez nog steeds 4e, verliest nog meer punten. En Leclerc 5e. Ikzelf nog steeds 10e. 1 puntje achter Bottas. Gaat er 3 kunnen zijn. Kijk naar de teamstand X. Die ene punt die de Alfa Romeo verliest. Daardoor staan we nog maar 3 punten achter op Alfa Romeo. En 7 punten voor op Alpine. Mercedes 1e, McLaren 2e. En Red Bull 3e. Terug door weer. Een beetje teruggevallen. Kijk hoeveel geld we nu weer binnen hebben kunnen halen. En hoeveel R&D-punten voor upgrades we kunnen besteden. 3-3 gelijk daarin de punten. Voor zo'n slechte Grand Prix weekend is dat nog goed. Alle bonus, maar waarom was er weinig geld nu? 441k. Dat is raar. 1,1 miljoen binnengekomen met of is inmiddels op de bank weer. Kijk naar de activiteiten. Wie is al weinig tussentijd? Hè? Dat is het beste voor te doen. De tweede coureur helpen. We hebben echt ontwikkeling nodig. We moeten ontwikkelen. Dus hoe zou je een aandrijven aan inmiddels? Altijd daar zakken we gewoon naar door het veld heen. Te laat aan voor die kampies. Nee, en dan toch zo veel. Nee, 1700. Deze zou ik zo doen.
En dan doen we hier ook nog eentje. Zijn de punten wel weer redelijk op? Gaan we hier even vooruit spoelen naar een kleine seizoenstop, zo te zien. En de DRS-sleeffunctie is ook binnengekomen. Dankjewel. Betekent dat voor de auto-ontwikkeling nog steeds laatste? Nog een upgrade lijkt er binnengekomen te zijn. Nog even twee activiteiten hierin zetten. Kijk wat dat laatste betekent eventjes. Waar? Oh mijn god, we komen echt niet van die laatste plek af. Oei oei oei. Nou goed, dit is het in ieder geval voor de laatste. Nou, voor de laatste. Voor deze aflevering. Zoals altijd, geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal, volg ook de kanaal in de beschrijving hieronder. En tot de volgende keer. Later!